Welkom bij Qi Lessons. Vandaag leren we stap 2 van de 24 vorm. De manen van de wilde paarden scheiden. Stap 2 van 3 in totaal. Eerst zal ik van het begin tot en met de nieuwe beweging voordoen. Voor gevorderde oefeningen verwijs ik u door naar de gevorderde video's. Ademhaling, diepgang, flow komen daar aan bod. Ik zal de tweede stap nu in stukjes voordoen. Je linkerbeen is voor, het gewicht gaat naar achteren, draai je linkerbeen, gewicht naar voren, stap met rechts. Gewicht naar rechts, draai je hak naar achteren en het gewicht weer verdelen. Let erop dat je voor je gevoel naar achteren stapt, heupbreedte opzij is voldoende. Adem in als je naar achter en omhoog gaat, adem uit naar voren. Vanaf nu nemen we de armen erbij. Linksboven, rechtsonder, draai de polsen zodat je een grote bal hebt. Tijdens het omhoog komen druk je de bal al klein van onder af. Rechts schept de bal, dus rechts gaat naar voren. Nogmaals, rechts schept, komt omhoog en laat de klein gedrukte bal zien. De armen komen ook hier niet veel verder voorbij het lichaam als bij de eerste beweging. Adem in bij het scheppen en uit bij het afmaken van de beweging. We doen de hele serie nog een keer. Eerst naar Wu Qi. Inademen, uit. In, uit. Schep een bal met links. Stap uit met links. Schep een bal met rechts. Stap uit met rechts. Veel plezier met oefenen en tot de volgende keer.